eventjes naar. Maar ik moet eventjes u thuis toespreken. Bel ons nog eventjes. 09090345. Straks dubbele kansen. Want we hebben twee mensen, heeft André straks aan de lijn. En ik ga hem een opdracht geven. Bijna niet te doen. Even over die opdracht. Wat is dat nou voor opdracht? Dat mag ik nog niet zeggen. Maar ik zeg het nog even voor thuis. Bel ons even op. U maakt kans op 10.000 euro. Kan echt lekker oplopen. Euro. Ja. André mag nu het verhaal vertellen. Ja, waar gaat het mijn verhaal over? Ja, waar jouw verhaal over gaat, ga ik nu vertellen. Het is een reunie. Reunie. Oh, een reunie. Ja. Ja, dat klopt wel. Een reunie. Nou, je hebt vaak dat reunie, hè, dat is een bijeenkomst van mensen die elkaar een tijd niet gezien hebben. Niet waar? Dat is toch een reunie, ja. Hè? Het waren volslagen vreemde mensen. En wij deden daar, om elkaar te leren kennen, deden wij spelletjes. En wij deden onder andere een zoutdoekje leggen, jongens zeggen. En we gingen stapsprong en een paardje douwen er nog eens tegenaan. En aan het eind van de avond hadden we zo'n goed contact met elkaar. Toen hebben we elkaar in de krulletjes gezet. En toen liet er een mevrouw op met een permanentje. Dan zijn we allemaal, nou, die kan permanent blijven, zeiden we ook tegen elkaar. En toen kwam de man die het georganiseerd had, die kwam binnen en die vroeg zich ook af, wie zijn die mensen die komen? Dan, ik zei, nou, wat zei je, op een gegeven moment waren er zoveel mensen die elkaar niet meer kenden. Dat ging er heel snel weg. En er bleven er ook een paar. En die bleven, dat waren ze allemaal, een stuk of 13, alle 13 goed bleven daar, weet je wel. Die zeiden van, nou, als wij bij elkaar vasthouden, dan maken we een leuke ploeg. Hè? Dus die gaan met z'n 13 en gaan ze op een gegeven moment naar buiten toe, want er lagen roeiboten klaar. En daar moesten ze zitten in een 2x6 persoon, dus er bleef er één over. Dus die ene hebben ze ertussen gebonden om die twee boten toch contact met elkaar te laten houden. En toen is er gebeld door een fabriek. Die zat in de limoenen en citroenen. En die zei, nou, ik gooi er wel een smaakje tegenaan, want limoenen en citroenen, die smaken niet zo erg. Dus zet die maar, nou, ik heb thuis, ik heb een abrikozenpoedel, zal ik die even uitpersen. Dan gooien we die door de limoenen heen, dan krijgen we toch een leuk smaakje, dat het ook een beetje kleurt en bruist. En we doen een rietje. Dus reunie, dat hebben die mensen, hè? Aan het eind van de avond met z'n allen gedronken op de reunie. En toen zeiden ze, nou, dat was een leuke reunie. Vonden jullie ook niet? Zeiden ze toen tegen elkaar. Dat was het. Was dat hem al? Reunie. Nou, ik ben benieuwd wat er een ronde van maakt. We beginnen bij Roos. Ik hoop dat ik het nog weet. Wat? Roos. Henk stap. Wat jammer nou. Geweldig, Henk stap is voor vrouw. En daarmee verdient het team van Ron. Daarom zegt hij 17 punten. 17 punten. Dat zijn je erg dan. Kan er wel hebben. Kan er wel hebben. Het tweede woordje. Ja, jij ook, hè? En jij ook? Alle 13 goed. Ja. Nou, het lijkt een heel makkelijk spel, maar het is hartstikke moeilijk. Ja, ja. Hele goede geraffineerde. Speel dan dat je het niet weet. Het is jammer. Dat heb jij toch ook niet gedaan, net? Ja, maar wij wisten het toch ook net zo goed. Mag ik ook een paar puntjes? Ja, inderdaad, de punten. Die komen nu. 35 punten. 35! Ik ben blij. Dit is nog eens lekker bingoën. En het laatste woordje. Ellie. Oh, ja, zeg maar. Abrikoos. Ongelooflijk. Fantastisch. Dan kan het al maar één fout zijn. Ah, je moet even wennen aan het spelletje. Hoeveel punten? Hoeveel punten? Ja. 42. Hey. Ja, het was onverwacht, maar daarmee zijn we op een eindstand gekomen. Onverwacht, onbeschoft. Het is schrikbarend. 42 van een abrikozenpoedel. Dat is toch veel te veel. 58 punten voor André. En 94 punten voor Ron. Geweldig gedaan. Alleen dat betekent wel dat we afscheid moeten nemen van twee kandidaten. Marion en Weert-Jan. Jullie gaan helaas naar huis. Helaas naar huis. Je gaat naar huis, maar niet met lege handen natuurlijk. Nee, niet met lege handen. Hartelijk bedankt. Jullie krijgen het volgende mee naar huis. Mooie reis.